eerste kantjes. Met de overhandiging van een legpuzzel aan normaal frontman Benny Jolink is het volgende product van het bedrijf Trots op de Achterhoek van Dion te Loo een feit. Wat vorig jaar begon met de verkoop van sokken met de beeltenis van de vlag, is uitgegroeid tot een onderneming met 20 verschillende producten. Ja, het begon als een grapje met de sokken. Het is nu wel een beetje een uit de hand gelopen hobby om het zo te zeggen, maar ik kan het allemaal nog prima combineren. Gelukkig krijg ik wat hulp van zowel vrienden als familie. Waardoor het minder druk is dan dat ik het helemaal alleen doe. Het is wel wat groter geworden dan ik in eerste instantie had gedacht. Ja. Meer dan 10.000 paar Achterhoekse sokken zijn sinds vorig jaar verkocht. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met onder meer polo's, stropdassen, petten en dus een puzzel met de beeltenis van een huis in Hummelo met een Achterhoekse vlag. In Benny Jolink is een ware puzzelliefhebber gevonden als eerste ontvanger. Ik heb heel veel gepuzzeld. Toen later ging ik meer tekenen en lezen. En toen werd het coronatijd. En toen heb ik weer een paar puzzels van 1.000 stukjes aangeschaft. Sindsdien puzzel ik weer. Dion vaart mee op de kracht van de Achterhoekse vlag. Hij merkt dat de beeltenis aan populariteit blijft winnen, ook buiten de regio. We merken wel dat als je bijvoorbeeld in Nederland naar andere gebieden gaat, dat mensen ook wel de Achterhoekse vlag herkennen. Dat mensen gewoon wel eens berichtjes sturen van ik had vandaag bijvoorbeeld de Achterhoekse sokken aan. Ze zeiden al, waar kom je uit de Achterhoek? En dat is ook ons doel, hè? Laten zien waar we vandaan komen en daar zijn we trots op. Ondanks het succes blijft Dion voorlopig zijn gewone werk doen bij Sportservice Doetinchem. Fulltime met Trots op de Achterhoek bezig zijn ziet hij op dit moment nog niet zitten. Gelukkig is het nu nog goed te combineren en doe ik het zo. Je zegt nooit nooit, maar het kan zomaar zijn dat het in de toekomst wel gebeurt, maar voorlopig nog niet.